Jawel, jawel, jawel! Dames en heren, bakjes weer voorgegooid. We gaan naar chatten. Yeah. Kijk eens wie we daar hebben! Hey! Dikke man, jongen, hoe is het mee? Ja, lekker. Lekker vissen. Drie nachtjes, jongen, ik heb er zin in. Ook echt zin in, met de auto. Verder weg van huis, nieuwe stekken. Nou, we hebben totaal nog geen plan van aanpak, volgens mij. Dat niet. Maar we gaan wel even achter komen, hè? Hoppa! Lekker, man! Tom. En hij kan gewoon één keer dicht. Zo, hoppa. Lekker man, kijk, hoppa, tjaka. En wonder boven wonder heeft Daan een keertje beenruimte. Ja, lekker, lekker. We gaan ervoor. Even boodschappen doen. Heerlijk zonnetje, jongens. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Love it. Jawel, jawel. Hey. Lekker boodschappen, papa. Tassie vol. Hey, tassie vol, bakkie vol. Ben je klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Lekker, maat. Nou, dames en heren, spullen zijn gepakt, boodschappen zijn gedaan. En ja, we gaan nu eigenlijk even kijken waar we gaan vissen, we weten het nog niet. We gaan drie nachten achter elkaar knallen, het worden drie aparte video's. Dus drie verschillende wateren. Dit wordt deel 1 van het eerste water, dan dag 2 van het tweede water, dag 3 van het derde water. Worden dinsdag, woensdag en donderdag geüpload, dus drie dagen plezier voor jullie. Dat is toch een feest. Ja. We zitten midden in de coronacrisis, dus we hebben toch wel een beetje last met stekkeuze. We kunnen natuurlijk niet op grote plekken waar we veel mensen kunnen verwachten zitten en zo. En het is heel druk langs de waterkant, want iedereen denkt, ja, ik ga nu vissen, want het is niks anders te doen. Iedereen is toch buiten op de een of andere manier. Dus ja, we gaan gewoon een plek zoeken en dan tunen we in aan de waterkant. Hey man! Hey man! Hey, we hebben een stekker kunnen vinden, hè? En het is fijn, dus dat is goud. Ja, lekker man, lekker. Echt, het weertje zit mee, dus oh, ik blijf het maar zeggen, jongens. We hebben er echt zin in. We hebben er echt zin in. Het is weekend, het zonnetje schijnt. Ik hoop dat jullie er ook zin in hebben, maar wij hebben er echt zin in. Als je er zin in hebt, doe dan even een blauw rijp in, man. Twee, hè? Twee. Nou jongens, zoals het hoort, we hebben niet de auto gepakt. We hebben alle spullen, denk ik, 200 meter getild. We zijn net die jongens, hè? Maar zwaar, joh. Het was echt fucking zwaar. We hadden deze hele mat volgelegd met spullen, denk ik wel 40, 50 kilo. Ja, 50 kilo is minimaal. Maar de kwaliteit, dat ken je gewoon aan. Dat ken je wel. Ga je het zonnetje staan. Eerlijk zonnetje, de mensen die voor de belichting. Ja. Dames en heren, we zijn weliswaar aangekomen op de stek. Een keertje genoeg, daglicht nog. We hebben alle tijd. We gaan even lekker relaxen, even een beetje stek uitkiezen. Dan gaan we een dikke klap. Ik heb er zin in. Ja, ik heb er echt zin in, man. Zo jongens, niet eerst de tankjes erbij, maar gelijk de engels doen. Zoals jullie zien, hebben we hier het voerbootje vol. Met particles en dan het richtje die erop gaat is een snowman presentatie van een tijgenoot met een heel klein pop-upje. En ja, ze willen een beetje onderscheid maken tussen de bolievissers. En ja, je moet toch af en toe wat anders doen. Ah! Zo! Aanslag! Het wordt hier druk bevist, dus we gaan het gewoon doen. Zo Daan, hoe gaan jouw engels eruit zien? Ja, dames en heren, het wordt hier volgens mij wel met enige regelmatig vis. Dat zie je ook wel aan de stek en zo. Ja, mooi. Het ziet er niet verlaten uit. En daarom gaan we even dressuurgevoelig vissen. Doe één hengeltje. En een single pop-upie, dressuur doorbrekend inderdaad. Een single pop-upie, dit is de Fruity Twist van Nes volgens mij. 16 mm of zo, wat zal het zijn. En de andere hengel doen we met twee simpele tijgenootjes. Kind kan de was doen. En waar heb je dat mee geknoopt? Want die vragen krijgen we wel regelmatig. Ik heb ze vandaag geknoopt met de Combilink Wheat Green en de Combilink Silt van Nes allebei. Met een maatje 4 twistertje van Nes en een maatje 6, maar die liggen hier niet tussen. Die zit nog hierin. Maar ja, dat gaat het doen vandaag. Kijk. We gaan run-em-run vissen volgens mij. Ja, dat klopt. Ah, lekker man, ik heb er vertrouwen in. We gaan lekker stil zijn vandaag. We willen echt een visje vangen. Er zitten veel uitzetpiegeltjes, een paar mooie dertigers op het water. Hey, daar word ik vrolijk van, hè? Nou, heb je deze? Het klinkt al lekker. Ja. Ja, gaan. Lekker papa. Ja, hij moet recht varen, hè? Dat wel. Ah, eerlijk bootje hoor. Dat wel man. Dat is zo verschrikkelijk chill. Eerst gooien en dan is het altijd gekut, maar met zo'n boot dan weet je gewoon dat je helemaal perfect ligt. Je weet dat je recht. Helemaal strak ligt. Voer er gelijk bij. Vannacht op een stek waar we normaal maar 2 of 3 vangen, hè? Gewoon ja, even 6 gevangen jullie. 6, ja. Bizar joh. Ja, je ziet de voordelen er wel van. Oh, lekker smikkelmixie. Nou, jongens, mijn volgende hengel is ook klaar. Wat hebben wij nou voor tactiek? In de zomer staat die eigenlijk helemaal vol met lelies. Nou, niet helemaal vol. Maar zoals je ziet, er zijn nog geen lelies. Helemaal niks. Maar waarschijnlijk komen die wel nu al op. Dus daar willen we niet tussen vissen. Daarom hebben we even Google Maps erbij gepakt. Laat ze even zien. En je ziet hier dus de leliegrens. Ja, je ziet het heel slecht, immers. Ja. En we gaan dus kijken met de voerboot waar dat precies ongeveer is. Het grootste lelieveld. En daar leggen we hem vlak voor. Juist. Dus dat is een beetje tactiek. Dus mocht je weten wat de toestanden in de zomer zijn, kijk altijd even Google Maps. Zeker nu
dit temperatuur beginnen lelies al langzaam op te komen. En daar wil je hem natuurlijk niet tussen hebben liggen. Want dan of je speelt gelijk de vis of je aas ligt gelijk. Bagge. Dus dat moet je er allebei niet hebben. Ja, precies. Dus we gaan ervoor. Kijk, bootje ligt klaar. Yes. Oeh, helemaal vol met voer. Mooi bootje, Nanotech. Top kwaliteit. Lekker. Oh, van alle vissen. Ik krijg toch best een beetje honger, moet ik zeggen. Alle hengels die liggen uit. De stek is nog wel een beetje chaotisch. We gaan opbouwen. Oh, wow. Ja, super. Heb je er goed gevoel bij? Ja, ik heb echt super gevoel. We liggen echt wel netjes, hè? Lekker dat zonnetje zo op je bakkes. Oh. Ik voel me net een god. Ja? Ben ik ook wel een beetje. Ja, ja. Goddelijk bloed. Nou jongens, ineens was de mat al nat, maar het blijkt bier te zijn. Is het misschien dit biertje? Mm-hmm. En hoe? Even lekker uit het rondje. Ja. Zwaar gewoon best hoor. Dat is een bek al naar het bier. Nou, ze zijn nog in de avond. Ja, karper. De karper jongens, oh heerlijk. Nu al hè. Oh, wat is dat lekker. Gap, we zitten net een half uurtje op de stoel. Oh, corona, zeker? Corona. Oh. Oh. Ik zeker dat karper. Ja, kijk, dat is echt een karper. Kijk, hij zwemt helemaal rechts. Ja. Maar hij zwemt een beetje mee naar rechts en naar links. Ik voel niet echt. Nou. Ja, het is wel karper hoor. Ik denk eerder brazen hoor. Nee, hij zwemt helemaal naar links en naar rechts. Het doet een brazen niet hoor. Kijk. Kijk dan. Ja, ja, ja. Ah, het is wel karper hoor. Jongens, we zitten echt net op de stoel. Lekker gerend. Even één klein pilsje opgetrokken omdat ik vanavond jarig ben. Ja, dat weten ze nog niet. Ik denk al, wat ben je netjes gekleed, joh. Ja, ja, jongen. Partyboy, hè, jongen. Maar dit is toch wel bizar, hè? Nog een half uurtje liggen in. Het zonnetje gaat net onder. Dit was de laatste hengel die we deden, hè? Ja. En hij gaat gelijk af. We dachten, brazen. Single pop-up. Ja, man. Ja, dit is lekker, hè? Hij blijft wel een beetje. Maar hij vecht niet, hè? Dit is een zilt. Nee. Dit is echt het is geen zilt of brazen. Kijk hoe die gaat zitten. Hij is in zijn veen gehaakt. Hoe kan dit nou? Hij schoot ook. Ja, daar was hij zo sterk. Daarom zwom hij ook zo raar. Ik snap hem. Hij volgt al helemaal niet, maar hij zwom wel naar links en naar rechts de hele tijd. Dat is het. Ik denk dat het kan geen brazen zijn, maar ik voelde ook geen kracht. Nou. Hij is wel mooi gehaakt. Ja, dit zijn de rigs van Daniel, jongens. In zijn finnetje, Reuna. Bizar. Ja, die... Nou, eruit halen. Hij werkt wel. Hij werkt wel, de rig. Ja, daarom. Moet je kijken. Hij heeft gewoon helemaal geen oog. What the fuck? En hij zit in zijn vin geraakt. Dit is gewoon een gevalletje apart. Heel speciaal. Het is kwart over 5 uur, het hele bed van shit is leeg. Hoe kan het nou weer? Oh shit! Waar ben je, joh? Ja man, een mooi spiegeltje. Waar ben je, ja? Ja. Oh nee, joh. Ja, ja. Oh nee. Ja. Hij is sterk voor zijn formaat. Bizar. Lekker gek. Ontsnappen. Hij zat vast voor me toch? Hij zat helemaal vast, maar gelukkig losgekregen. Soldaat. Kan jij scheppen voor mij? Ja, best. Moet ik wel even stoppen met filmen? Ja, maakt niet uit. Ja. We gaan de vis even wegen, even in de zak doen, alles klaarleggen en dan over een uurtje foto's maken. En maar je ziet de zon achter je al een beetje opkomen, want afgelopen zaterdag is de klok een uurtje teruggegaan. Ja, het is nu 5:30 en ja, we gaan hem pakken. Toch een goed gevulde zak in de morgen. Is een dag zonder zorgen. Hè? Niet vergeten. Nooit vergeten, joh. Hoe lekker is dat dan? Dan duur je uit het water en de Chinees veel zwaarder dan je denkt. Oh, ziek man, laat ons zien. Echt mooi, kijk hoe hoog gevist het is. Echt een fucking mooie ronde spiegel. Hij ging er echt vol voor, een mooi gevecht gehad. Ik weet niet wat het is deze dagen, maar die spiegels die bijten wel. Jezus, ja, prachtig. Zo, hij is echt groot. Echt een mooie vis hoor. Zo lekker. Hij is helemaal in zijn bagger gegaan. Helemaal lekker in deze bagger, oude baggerboer. Zo, Josiek, hoe zit de inhaking? Hoe ziet er nou uit? Helemaal nat! Helemaal nat! Kijk ook! Kijk ook! Rietje heeft de goede sling mee voor ons. Dat zie je maar weer. Dus deze is een beetje kapot en we zijn eens een stok kwijt. Dus dat is ook niet zo fijn. Dat is helemaal niet best. Een druk baggerboertje. We hebben drukke dingen in op de waterkant. Oh, appeltaart. Cheers. Hier, daar gaat hij. Tjaka, hij is de wisselhuis er al vanaf. Dat is zo. Hij is 11 kilo terecht. Zo, dat is mooi man. Toch weer 22 punten, schrik. Toch weer een mooie 20 erbij dit jaar. Dus, 22 tikt hij al. Heerlijk. Lekker. Anyway, Daniel Tiering.
En het mooie nieuwtjes. Hij ligt hier nog lekker moe in zijn bed, maar hij is gewoon 22 geworden. Ja, ja. Dus feliciteer hem allemaal even in de comments. Hey. 22 jaar, toeter hem maar. Hey, toeter even. Hoppa, heerlijk. Wow. Wintje staat live op beeld. Heb je geblankt? Oh, jij? Nee. Nee? Wat heb je gevangen? Ja, echt een bizar wauw. Ik geloof het echt niet. Trek die zoetwaterbeer maar eens even tevoorschijn, hè? Zo, dames en heren. Echt een super mooie spiegel. Echt helemaal rond. Ja, dit vind ik echt prachtig van die uitzettes. Bij ons zwemmen ze niet heel veel in de omgeving. Maar op dit watertje wel nog gelijk zo mooi gevangen. Ja, dat is echt prachtig. Hij is echt mooi. 11 kilo. Hij is super breed. En een beetje druk. Maar voor de rest wel een prachtige vis. Hij mist een vinnetje, zoals je ziet. Ja, raar, hè? Allemaal hey, laat eens even de andere kant zien, papa. Dat ga ik even doen. Ze noemen jou toch ook wel papa aan de kant? Anderhalve meter kant. Oh, hij draaide zo anderhalve meter de andere kant op. Bizar. Oké. Okay. Papa, kom maar. Laat eens even die anderhalve meter bij jou zien. Zo. Deze kan misschien nog wel mooi, hè? Ja, ik vind deze mooier, denk ik. Ja, klopt. Met die paar schubben op zijn staart nog. Ja, man. Maar zo verschrikkelijk hoog, hè? En 11 kilo. Echt, super mooie vis. Ja, hier zijn we echt blij mee. Ja, ga voor. Doe je het gewoon voor. Op de gevoelige plaats zetten, hè? Yes. Dan mag hij weer lekker zwemmen, maat. Best. Ja, toch. Ja, super, super. Kijk, ja. Ah, lekker, maat. Die diepte erin. Ja, jongens, prachtig, zo'n uitzetspiegel. Daar ligt hij nog. Zo mooi. Rustig aan, tranquilo. Super. Moet ook nog even wakker worden. Heerlijk, hè? Tik hem aanhouden. Nou jongens, Daniel is een mooie verjaardagsblues. Ja, haha, wat een party redden, je nooit, hè? We zijn lekker ochtends vroeg, net wat visje teruggezet en het is tijd voor het ochtendgymnastiek. Ja, want dat, kijk, we hebben hier een voorbeeld. Dat doe ik dagelijks, doe mij na. We zijn, kijk, oh, lekker. Kijk. Pak even de zoomlens erbij misschien. Ja, je ziet het wel. Hè? Voor mij is het gewoon een wijfie. Oeh, laat jij het ook eens even zien. Ze staat lekker te dansen met een kontje. Maar doe jij ook even mee. Hé, ik wil die stappen. Nou, even zonder dolle en ongein natuurlijk. Het was even een beetje wakker worden op de stek. Ondertussen is de rust weer teruggekeerd. En aangezien ik jarig ben en Chito een mooie visje heeft gevangen, is het nu mijn beurt om een visje te vangen. Het zou toch wel leuk zijn om op deze speciale dag een mooie 22 ponden te vangen, ja, zoals jij. En er kwamen mensen langs met een tip waar we heen moesten vissen. Juist, dus dat gaan we nu even proberen. We gaan alle hengels even binnendraaien. We gaan lekker met tijgernootjes tegen de overkant in de beschoeiing vissen. En pop-upjes. Pop-upje erbij en moet je eens even kijken, jongen. We gaan het even zo snel... Oh, wat is dit nou? Wacht even. We gaan het even zo snel mogelijk doen en dan gaan we zo eens even lekker een ontbijtje maken. En een leuk verhaaltje vertellen of zo, denk ik. Gaan we even in het zonnetje zitten. Je kent het wel. Kijk eens. Twee kleine tijgers. Ze zijn gewoon nog dezelfde tijgers als vannacht. Maar zo'n karper die ruikt denk ik toch niet of het nou een nieuwe of een oude tijger is. Dus dat moet helemaal goed komen. Ja joh, kijk eens. Hoppa, smikkel. Smikkelmix zitten, hè. Niet te veel. Kijk, zoiets. Perfect, aan je best. En zoals je ziet, Daniel die heeft het zware werk en ik het mooie werk. Ja, ja, het is weer mooi verdeeld. Nou, we hebben wel geluk gehad, er zijn andere vissen die onze stek wil overnemen. Mochten we even zijn trolley lenen. Dus dat is wel verguid. Ja, maar het is dus wel. Het einde van deze video. Ja, maar de film die stopt niet, want morgen en overmorgen weer een nieuwe video van dezelfde sessie. En dan komt deel 2 en deel 3 en hij is helemaal verrot. Ja, we gaan even boodschappen doen, dan gaan we met de auto gelijk door naar een andere stek. Vond je het nou een leuke video? Doe even een blauw duimpje omhoog. Misschien zelfs 2 als je dat wil. Abonneer voor meer. Morgen een nieuwe video. Volgende week dinsdag een nieuwe video. Check jullie later. Tot morgen.